Twee nieuwe afleveringen in de podcastreeks Mijn Verhaal, vanaf woensdag 17 november. Iedereen die iemand van dichtbij is verloren, zal het herkennen. Een leegte die met de feestdagen nog aanweziger is dan anders. Maar net in deze periode, te midden van al dat feestgedruis, is het belangrijk om herinneringen op te halen en om dankbaar te zijn om wat was. Zoals Katlijn, die na 43 jaar afscheid moest nemen van haar man Josse. We waren altijd samen. We hadden genoeg aan elkaar. En Sibylla, die haar broer verloor in een auto-ongeluk. We zijn nog met twee, hè? Maar toch, er ontbreekt iets. In de kersteditie van onze podcastreeks Mijn Verhaal blikken ze vooruit naar de lege plek aan de feesttafel. Mijn Verhaal, een podcast van Libelle in samenwerking met het Geluidshuis. Vanaf woensdag 17 november op libelle.be/podcast en op alle podcastkanalen. Deze podcast kwam tot stand in samenwerking met Dela. Zo zorg je voor elkaar.